Lars, een bosje bloemen voor je dochter. Een tweede plek op acht tellen na. Een olifant voor je dochter. Ja, dus als je in het dierenpark bent. Hè. Op acht tellen na de beste. Je eerste commentaar. Ja, op zich een goed gevoel vandaag, denk ik. En Lu is beter. Acht seconden is niet veel, alleen ja, net zoveel om te winnen. Wat voelde je onderweg, behalve pijn? Ja, niet super gevoel in de eerste ronde. De tweede ronde werd beter. Haalde ik Tom Dumoulin en zag ik daarvoor een paar andere jongens rijden waar ik naartoe kon rijden. En, ja, daar ging het steeds beter en ik kon eigenlijk een redelijk groot verzet ronddraaien en dat was gewoon goed. Nu zei je vooraf, misschien moet ik hier wel winnen om een Olympisch ticket veilig te stellen. Als ik even snel een rekensom maak, de man die je voor je moet dulden, Liebe Westra, die is al gekwalificeerd. Ja, 1-1 is tweede, dan kan het toch niet meer mis? Dat weet ik niet. Ik denk, de bondscoach is hier ook, dus ik denk dat je die vraag beter aan Leo kan stellen. Nee, maar je moet wel met extra comfort deze dag afsluiten. Nou ja, wat ik al zeg, ik was zaterdag gewoon goed in de ZLM Tour. En ik voel me eigenlijk nu ook goed en ik heb laten zien dat ik in orde ben. En, dus ik baal wel dat ik niet win, alleen ik kan hier wel verder mee naar Kerkrade zondag. Het gevoel dat je in een flow zit, de vorm ja, is duidelijk aanwezig hè? Ja, na andere jaren was mijn tijd het, de langere tijd het niet super. En nu is hij gewoon weer goed denk ik. En ik denk dat ik richting zondag zeker hopelijk wel in die flow blijf zitten. Ja.